Goedemiddag allemaal, of goedemorgen is het nog. Welkom bij dit tweede webinar van deze webinardag over HR en Flex. Zoals jullie waarschijnlijk weten, organiseren we deze webinarweek samen met Werf en Ens Economy. In totaal 25 webinars over allerlei aspecten van de wereld van de arbeidsmarkt, vast en flex. Vandaag staat de hele dag in het teken van verschillende invalshoeken rond HR en Flex. Welke rol de afdeling HR zou moeten spelen of kunnen spelen als we het hebben over een steeds groter wordende flexibele arbeidsmarkt. We hebben het afgelopen uur Wim Davids gehad, die een heel energiek en inspirerend verhaal hield over wat de kracht van flex kan zijn, ook wat de valkuilen daarvan kunnen zijn. Volgens mij was het duidelijk in zijn verhaal dat het niet zozeer een keuze is of je daar als organisatie wat mee moet, maar vooral hoe je dat gaat doen. We hebben vanmiddag nog drie presentaties. Thijs Maters die zal het hebben over hoe je het management betrokken blijft houden als je als HR het hele inhuurproces meer gaat centraliseren. Karin Manuel heeft het over futuring organizations, de toekomst van de organisaties en hoe je die, met name de jonge generaties daarbij betrekt. En Jan-Karel Sindor sluit de dag af met een verhaal over ja, wat is daar eigenlijk het verschil tussen vast en flex? En is er wel een verschil als je het hebt over de rol van HR daarbij? Maar we beginnen zometeen met een verhaal van Tjaco Streefland, die namens Brainnet, die ook de dagsponsor van vandaag is, over wat nu precies de juridische aspecten zijn rond het inhuren van flexibele arbeid. Niet voor niks is dit het meest populaire webinar van vandaag. Het is natuurlijk nog steeds een heel blijvend onderwerp, een heel belangrijk onderwerp. Misschien dat staatssecretaris Wiebes wel wat heeft geprobeerd om wat olie op de golven te gooien van de wet DBA. Of die nou daar helemaal in geslaagd is, daar kan je nog wel wat vraagtekens bij zetten. Maar Tjaco zal straks in ieder geval dieper ingaan op dit onderwerp. Nou, leuk dat jullie er allemaal zijn. Nogmaals, een paar kleine technische dingetjes nog. Als jullie vragen willen stellen tijdens dit webinar, dan kan dat natuurlijk. Er staat rechtsbovenin jullie scherm een oranje pijltje. Als je daarop klikt, dan kom je in het menu om vragen te stellen. Dat kan gewoon door de vragen in te tikken. Ik zie ze allemaal. Mocht er aanleiding zijn, dan stel ik ze gewoon gedurende het webinar. Anders zullen ze achteraf eventjes opsparen. En dan ga ik ze voorlezen aan Tjaco en dan kan hij daar verder op ingaan. Mocht je op social media wat kwijt willen over deze presentatie of de andere, ga naar de webinar. Gebruik dan graag hashtag webinarweek. En voor alle duidelijkheid, er komt een opname van deze webinar naar jullie toe. Dat zal in het loop van vandaag of morgen zijn. Dan krijgen jullie een mail met de opnames daarbij. En alle opnames van de webinarweek zullen of op Zipconomy of op Werf en gaan verschijnen in artikelen die daar te vinden zijn over de 25 webinars van deze week. Nou, genoeg gepraat. We gaan overschakelen naar, ik denk het, dat het Nieuwegein is. En dan ga ik Tjaco zijn scherm naar voren halen. Je ziet hem al in beeld. Als Tjaco nog eventjes op de oké-knop drukt. Ja, dan zijn we daar. Nou, veel plezier. Kan je nog even wat zeggen, Tjaco, om kijken of het geluid het ook doet? Het geluid staat nog niet aan, ik zie je wel in beeld, de presentatie is in beeld. Het is af en toe eventjes een beetje wennen voor ons allemaal. Goedemorgen. Ja, morgen, Tjaco. Goed, ga je gang. Ja, dankjewel Hugo. Goedemorgen vanuit Nieuwegein bij de webinar ZZP'ers bestaan niet. Ik wil jullie vandaag meenemen in de wonderenwereld van de inhuur van ZZP'ers. Mijn naam is Tjaco Streefland. Ik ben van de firma Tax Partners, fiscalisten. Ik ben opgeleid als fiscaal jurist. Naast mijn fiscale werk ben ik ook columnist bij het blad Accountancy van Morgen. Ik ben adviseur van Brainnet, specifiek op het dossier ZZP. En Brainnet organiseert vandaag deze webinar. Even wat feiten, een factsheet over Brainnet. Ja, de ZZP'er, die is in Nederland een bekend fenomeen geworden.
En de laatste 2 jaar hebben we dat natuurlijk aan de lijve allemaal ondervonden, sedert de invoer van de wet DWA. Waar ik vanochtend stil bij wil staan, naast alle inhuurmogelijkheden, allereerst bij wie gaat er nu schuil achter de ZZP'er en wanneer spreken we over de ZZP'er? Ja, achter het begrip ZZP'er gaan vele verschijningsvormen schuil. De ICT-professional, de klusjesman, de mensen in de bouw. Maar tegenwoordig heb je ook ZZP'ers in het begrafeniswezen die de concurrentie aangaan met de traditionele uitvaartondernemingen. Om daarmee aan te geven dat het begrip ZZP heel breed is. En achter de soortnaam ZZP'er gaat een grote heterogeniteit schuil. Het is geen homogene groep. Sommigen werken voor consumenten, anderen voor bedrijven. Sommigen leveren diensten binnen een flexibel netwerk. Kortom, een breed palet aan mensen die ZZP'er zijn. Ja, het thema van vanochtend, het hoofdthema, ZZP'ers bestaan niet. Dat is natuurlijk met een knipoog. En die is ontleend aan het rapport van het IBO. Het IBO was een breed onderzoek onder verschillende ministeries, uitgevoerd door verschillende departementen, over de ZZP'er. En het idee was, we gaan in kaart brengen wie die ZZP'er is. Aanvankelijk was de bedoeling, ja, dat moet wel in 25, 30, A4 moet dat lukken. Maar goed, werkende weg werd duidelijk dat het toch wel wat complexer was. Uiteindelijk resulteerde het in een rapport van bijna 150 pagina's. Met als eigenlijk onthutsende conclusie, de ZZP'er bestaat niet. Ik heb de sheet hier ook in beeld. Jullie kunnen zien dat het IBO dat werkelijk stelde. De ZZP'er bestaat niet. Onmogelijk om recht te doen aan die verscheidenheid en alle facetten over de mensen om wie het gaat. Altijd goed even de feiten en het feitenmateriaal erbij te houden als we het hebben over flexwerk. Hier zien jullie een grafiek waarbij je ziet dat vast werk nog steeds het leeuwendeel van de arbeidsmarkt bevat. Maar je ziet dat er wel afnemen in de loop der jaren. Flexibel zie je toenemen en binnen flexibel de groep ZZP'ers gestaag toenemen. Er is sprake van een verdubbeling in de laatste 15 jaar. Nou, nog wat aardige demografische getallen op een rij. 10 jaar ontwikkeling flexwerk in beeld. De ZZP'er linksonder, daar praten we vanochtend over. Ja, daar kun je in ieder geval over zeggen dat die gemiddeld het meest voorkomt in de groep 45 plus. En dat meer dan 80% gemiddeld tot hoog opgeleid is van de ZZP'er. Eind 2016 hadden we in Nederland meer dan 1 miljoen ZZP'ers. Kijk, een ZZP'er is oververzekerd voor de volksverzekeringen. De volksverzekeringen zijn een onderdeel van het eerste schrijftarief van de inkomstenbelasting. Dus daar valt onder andere de AOW onder. Daarnaast betaalt de ZZP'er ook premie ZVW. Dus in die zin doet hij wel mee met algemene volksverzekeringen. Punt is wel natuurlijk dat het ZZP'er niet collectief verplicht verzekerd is voor inkomensverlies. Geen WW, geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, geen WIA. Je kunt je natuurlijk wel privaat zelf verzekeren. En er is ook geen verplichte pensioenregeling, los van de AOW, voor de ZZP'er. Dat waren punten die eigenlijk allemaal ook terugkwamen in dat IBO-rapport, wat we net even zagen. En dat IBO-rapport was eigenlijk een prachtige basis om eens heel breed de ZZP'er ook politiek op de agenda te zetten. En in Den Haag is daar niet voor gekozen. Er is eigenlijk één ding uitgehaald. De schijnzelfstandigheid. Die kwam terug in de wet DWA. En alle andere regelingen over inkomensverzekeringen, arbeidsongeschiktheid, pensioen, ja, die komen links en rechts wel eens via individuele partijen naar voren, maar zijn niet op de agenda gezet door deze regering. Zoomen we even in op de ZZP'ers die het meest voorkomen, die binnen het onderneming genieten, de eenmanszakers. Ja, die kwalificeren voor een aantal aantrekkelijke aftrekposten. Alle echte ondernemers kwalificeren voor de MKB-vrijstelling, dat is 14% aftrek van de winst. Daarnaast ben je ondernemer en draai je binnen kalenderjaar meer dan 1225 uur als ondernemer, heb je ook nog recht op de zelfstandige aftrek.
even aardig om te kijken naar de budgettaire belangen van de fiscale regelingen. Ik wil stilstaan bij de eerste en de laatste, die we ook net aanhaalden. Dat is een zelfstandige aftrekking. Het budgetair beslag daarvan loopt in 2017 naar een bedrag van ruim 1,5 miljard. En de MKB-vrijstelling ruim 1,6 miljard. Dus we praten over meer dan 3 miljard. En het is doorgecijferd dat het in 2025, met de huidige ontwikkelingen, zou het beslag 5 miljard betreffen. Goed, we hebben 1 miljoen ZZP'ers. Dat zijn natuurlijk heel veel. We zagen het net ook even, er zijn veel onderzoeken naar gedaan. Het is een belangrijke factor op de arbeidsmarkt. Alleen het punt is, er is nog steeds geen wettelijke definitie van de ZZP'er. En dat kwam nu rondom de wet deregulering behoorlijk arbeidsrelaties wel naar voren. Dat de ZZP'er, zowel volgens de IBO dus ook niet bestond, maar ook volgens de wet niet. Je vindt geen definitie van ZZP'er in het wetboek. Even kijken naar de achtergrond van de DBA. Tot mei 2016, toen was het landschap helder. Toen kon je als opdrachtgever een ZZP contracteren die beschikte over de juiste VAR-verklaring. Kennen jullie allemaal wel. Had je als opdrachtgever een ZZP'er die de VAR binnenzet onderneming aan je kon tonen, of de ZZP'er die via een BV werkte, de VAR-DGA, dan was je als opdrachtgever gevrijwaard voor naheffingen van de Belastingdienst. En het punt was dat volgens staatssecretaris Wiebes, toen hij met de nieuwe wet DBA kwam, bij hoog en bij laag beweerde dat die VAR niet functioneerde, dat hij perverse prikkels in zich had, dat het een circus was van 500.000 beschikkingen, en dat handhaving ook nauwelijks mogelijk bleek. Het punt was, er was een onderzoek geweest onder 1600 ondernemers met de juiste VAR, en dat had volgens de staatssecretaris geleid tot een correctie in het geval van 10 tot 20% van de ondernemers, dus ook niet heel exact, maar 10 tot 20% van die ondernemers kreeg een herziene VAR. Bleek het toch eigenlijk in loondienst te zijn bij een opdrachtgever. Maar het bleek schier onmogelijk voor de Belastingdienst om in die gevonden gevallen, 10 tot 20%, tot navordering, naheffing over te gaan. Dat is niet gelukt. En daarmee illustreerde de staatssecretaris dat die VAR eigenlijk niet meer kon. Er moest wat anders komen. Ja, vanaf mei 2016 is de DBA ingevoerd, de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. De VAR die was passé. En in plaats van die VAR-beschikking kwam er het systeem van de modelovereenkomsten. Achtergrond van de DBA was aanpak van schijnzelfstandigheid. En wat ze dan met zo'n mooi woord noemen, een handhavingsevenwicht. Voorheen kon de opdrachtgever nooit aangepakt worden door de Belastingdienst. Dat moet onder de wet DBA wel kunnen, want hij is mede aansprakelijk in het geval er sprake is van een dienstbetrekking en er naheffingen komen. Niet alleen maar die ZZP'er, ook de opdrachtgever. Wat natuurlijk heel efficiënt is voor de Belastingdienst, want in plaats van een bewerkelijk proces individueel bij al die 1.500.000 ZZP'ers, kun je nu naar een opdrachtgever, maar diverse ZZP'ers onder hetzelfde contract werken. Ja, de achtergrond van de DBA. Er kwam veel aandacht voor schijnconstructies. Daarom is dat politiek op de agenda gezet. We hadden de WAS, de aanpak strijdconstructies, die onderbetaling tegen moest gaan van werknemers, uitzendkrachten. Opdrachtgever werd er ook mede verantwoordelijk voor. En daarnaast hadden we het dossier van de schijnzelfstandigheid. En daar moest de wet DBA een oplossing voor zijn. De schijnzelfstandigheid, dat is meteen ook een issue. Niet helemaal duidelijk is hoe groot, wat dan precies de omvang van die schijnzelfstandigheid is. Het IBO-rapport, wat ik net aanhaalde, die kwam tot een percentage schijnzelfstandigheid van 2 tot 17%. Ook weer niet heel exact. Er was nog een ander breed onderzoek op economische zaken. Die had een viertal sectoren onderzocht. Die kwam tot de conclusie
dat er wel degelijk sprake kon zijn van schijnzelfstandigheid, maar dat dat geen structureel karakter had. Daarnaast hadden we de Raad van State, het belangrijkste adviescollege van het kabinet, die zei ook, ja, weet waar je aan begint, want de omvang van de schijnzelfstandigheid is helemaal niet helder. En moet je wel met zo'n generieke maatregel als de DBA komen, is het niet veel beter om dat per sector te bekijken. En daarnaast hadden we nog het ACTAL, het college toetsing regeldruk, die ook een brandbrief schreef aan het kabinet. Van, ja, de wet DBA is er geen oplossing voor. Kijk, kijken we naar die schijnzelfstandigheid, dan zal iedereen wel het voorbeeld herkennen van de post- en pakketbezorgers. Daar is natuurlijk veel om te doen geweest. Dat die gedwongen werden om als zelfstandigen hun opdrachten uit te voeren. Wat voor de opdrachtgever / werkgever aantrekkelijk was. Die hoefde geen sociale verzekeringspremies af te dragen. En het feit dat de zelfstandige fiscale aftrekposten genoot maakt ook dat het tarief niet al te hoog hoefde te zijn waarvoor hij die ZZP'ers inhuurde. Maar goed, de omvang en de toename van de ZZP-sector maakt ook dat er natuurlijk minder meegedragen wordt aan de sociale verzekeringspremies. En dat is ook een ontwikkeling die het kabinet voor ogen houdt. Goed, even terug naar die DBA, de modelcontracten. Het ging dus om, voorheen om een VAR-beschikking, nu hebben we te maken met de modelcontracten. Een opdrachtgever kan een ZZP'er contracteren op basis van een contract. Had hij voorheen waarschijnlijk ook wel, maar goed, die VAR die maakte alles goed. Nu moet dat contract zodanig ingericht zijn dat er sprake is van werken buiten loondienst. Nou, de Belastingdienst die heeft daar wat bij geholpen door een aantal contracten op haar site te publiceren. We onderscheiden algemene contracten. Dat zijn heel algemeen ingevulde contracten die voor iedereen bruikbaar zijn, in welke sector of branche je ook werkt. Dan zijn er ook sectorale contracten. En er zijn ook nog individuele contracten per functie. De Belastingdienst die vermoedde, die hoopte dat die contracten, die omvang daarvan, van de gepubliceerde contract, dat die voldoende zou zijn voor marktpartijen, voor opdrachtgevers en ZZP'ers, om daar eentje uit te kiezen. In de praktijk is gebleken dat toch heel veel opdrachtgevers en ZZP'ers toch liever hun eigen maatwerkcontract gebruiken. Omdat ze dat gewend waren, omdat ze daar dingen kwijt kunnen die niet in die algemene contracten staan. Zodat massaal die contracten, die eigen contracten zijn voorgelegd aan de Belastingdienst. En dat is ook een van de redenen geweest dat de DBA zoveel problemen met zich heeft meegebracht. Hij bleek gewoon niet uitvoerbaar. De Belastingdienst had niet voldoende capaciteit om al die contracten te behandelen binnen de 6 weken die daarvoor stonden. Simpel, je moet dus een contract hebben wat goedgekeurd is en daarnaast ook feitelijk werken zoals in dat contract staat opgenomen. Want de werkvloer moeten er geen andere dingen gebeuren dan wat je hebt afgesproken in het contract. Ooit was bedoeld natuurlijk die DBA van het is deregulering, minder papier, minder regels. Maar het lijkt het tegenovergestelde te worden. Goed, onder die VAR zijn er eigenlijk jarenlang niet brede discussies gevoerd over of er nou wel of niet een dienstbetrekking aanwezig is. En die discussie is nu weer helemaal opgeleefd onder de DBA. En ja, dan heb je te maken met begrip als gezagsverhouding en het persoonlijk verrichten van arbeid. En, om even terug te komen op het hoofdthema van vandaag, de ZZP'er bestaat niet in de wetgeving, dus geen eenduidige definitie van wat een ZZP'er of een ondernemer is. Nou goed, kijk, de commotie die is hier even in beeld gebracht, een sheet, om even aan te geven wat er eigenlijk allemaal is losgekomen rondom die DBA. Kijken we even naar het juridisch kader rondom de dienstbetrekking. Wat ik zeg, dat is eigenlijk weer helemaal opgeleefd onder de DBA. Heel simpel gezegd, er moeten 3 elementen te onderscheiden zijn, willen sprake zijn van een dienstbetrekking. Er moet loon betaald worden, een beloning, dus geen vrijwilligerswerk. Er moet arbeid verricht worden, persoonlijk, door een werknemer. En er moet sprake zijn van een gezagsverhouding van de opdrachtgever, werkgever, naar de werknemer.
Als er één van die elementen ontbreekt, dan spreken we niet meer over een dienstbetrekking en dan is er geen plicht meer om loonheffingen af te dragen. Zijn we er nog niet helemaal, want er zijn ook een aantal zogenoemde fictieve dienstbetrekkingen opgeschreven in de wet. Dat zijn dienstbetrekkingen die eigenlijk niet helemaal kwalificeren voor die drie elementen, maar van de wetgever heeft gezegd, nou dat schuurt er zo dicht tegenaan. We verbinden daar dezelfde gevolgtrekking aan als bij een echte dienstbetrekking, oftewel inhoudelijk loonbelasting. De meeste twee is spannende, maar ook in het verkeer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is het tussenkomstmodel. Daar gaat de uitzetfictie op. En op het moment dat de opdrachtnemer onder gezag staat en geen ondernemer is, dan moet er inhouding van loonheffingen plaatsvinden. Daar kom ik straks verder op terug. En de aanneming van werk is ook een fictieve dienstbetrekking. De Hoge Raad heeft gezegd dat alle omstandigheden van het geval moeten in aanmerking worden genomen, zonder daar een rangorde in aan te brengen. Dat maakt ook meteen het probleem helder. Het is vaak heel erg casuïstisch en breed. Er is niet één doorslaggevend element om te zeggen die is in dienstbetrekking of die is ondernemer. Onder de DBA is dan ook duidelijk geworden dat de Belastingdienst kijkt naar de individuele arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en de ZZP'er. Dus ook al was je al jaren ZZP'er met je eenmanszaak, er kan zomaar, wat ze dan noemen, doorheen gekeken worden door de Belastingdienst. En waarbij de Belastingdienst dan constateert dat sprake is eigenlijk van een dienstbetrekking. Even naast elkaar gezet wat punten. Even met de Hoge Raad zeg ik, één element is niet doorslaggevend. Dus een paar dingen op een rij gezet. Bij werknemer, ja, dan denk je dan meer aan een afhankelijkheidspositie. Aan ondergeschiktheid. Een algemene inspanning, vaak meer dan een specifiek opgeschreven resultaat. En het niet vrije vervanger zijn. Dus het persoonlijk verrichten van arbeid. Hè, dat een van die drie elementen die we net ook bespraken. Kijken we naar de ondernemer. Onafhankelijk. Geen ondergeschiktheid. Die is ook economisch zelfstandig. Die investeert, die loopt risico, die maakt kosten. En veeleer staat daar een te behalen resultaat voor op. In plaats van een algemene inspanning. Gaan we naar de fiscale verschijningsvorm. Nou, heel veel ZZP'ers werken alleen. En het leeuwendeel doet dat met een eenmanszaak. Wat ik al eerder aangaf, je hebt dan een MKB-vrijstelling. Dat geldt voor iedereen die als fiscaal ondernemer wordt aangemerkt. En die fiscale ondernemers die ook nog kwalificeren voor de 1225 uur in een kalenderjaar, die genieten dan ook nog eens de zelfstandige aftrek. Dat zijn aantrekkelijke elementen van het fiscaal ondernemerschap. Want dat zijn aftrekposten die je krijgt in je kwaliteit van ondernemen. Of de uren die je maakt. Daar hoef je geen kosten voor te maken. Nog even een aardig punt ook voor alle opdrachtgevers te denken. Goh, kan ik nog wel ZZP'ers inhuren? Het is een oud gebruik en dat is nog ook door de Belastingdienst bevestigd in een mooie YouTube-video, dat als je werkt met een ZZP'er, die doet gewoon keurig aangifte binnen zijn onderneming, en hij heeft een definitieve aanslag gekregen van de Belastingdienst, waaruit ook die winst gevolgd is met alle aftrekposten, dan kan er voor die jaren niet meer bij de opdrachtgever aangeklopt worden voor een naheffing. Nou, dan hebben we naast de eenmanszaak ook ZZP'ers die zich in BV-vorm presenteren. ZZP'ers, 100% aandeelhouder, directeur van een eigen BV. Kijk, los van het fiscale is een BV vooral aantrekkelijk op het moment dat er meer binnenkomt dan er uitgaat. Klinkt simpel, maar op het moment dat je alles opmaakt als ondernemer, dan heeft het ook niet veel zin om een BV te hebben, want ja, dat wordt toch ook allemaal belast. Bij de BV sta je op de loonlijst als ZZP'er, directeur, aandeelhouder. Het enige verschil met een echte dienstbetrekking is dat je alleen voor de loonbelasting werknemer bent en niet voor de sociale verzekeringspremies. Kijk, een BV is natuurlijk interessant op het moment dat je overwinst maakt. Dus je haalt een omzet, bepaalde winst, gaat een loon vanaf wat je overhoudt.
Wordt weliswaar tegen 20 of 25% belast. Maar vervolgens kun je het in laten zitten en op een eigen gelegen moment eruit halen. Dan kom je wel weer in aanraking met dividendbelasting. Maar goed, dat is misschien pas over 10 jaar. Uitstel is ook een vorm van belastingvoordeel. Daarbij geldt bij de BV dat je een verplicht salaris moet genieten. Je moet hetzelfde salaris genieten als iemand die in een vergelijkbare situatie bevindt. Dus een ZZP ook met de BV in dezelfde branche actief. Mocht je werknemers hebben, dan moet je verdienen minimaal wat ook je best verdienende werknemer verdient. En daarmee wordt dan een deel van de angel weggehaald. Namelijk, er wordt loonbelasting betaald in de BV. Een verplicht loon, een flink deel van de winst, daar gaat loonbelasting over. Ik vind de belasting prettig. De belasting heeft wel meteen ook bijgezet. Ja, een BV is niet een garantie dat je daarmee zelfstandig bent. Het helpt wel natuurlijk. Het punt is ook, de sociale verzekeringspremies, die worden niet betaald bij de BV. Dus dat risico is er nog steeds op het moment dat je als BV verhuurt. Maar goed, de loonbelasting wordt er wel betaald, dus dat is, je bent al een eind op de goede weg. Daarnaast heb je nog de, wat we dan noemen de Uniforce constructie. In het kort, je bent dan aandeelhouder van een eigen BV, de declarabele uren BV. En Uniforce heeft een pandklare constructie gemaakt, inclusief een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst, dat als je met zo'n declarabele uren BV werkt, dat je opdrachtgever dan gevrijwaard is voor de inhouding van loonheffing en sociale verzekeringspremies. Het idee van Uniforce is namelijk dat je ook voor de sociale verzekeringspremies verzekerd bent bij je eigen BV. Dus anders dan bij een BV geen Uniforce, waar je alleen voor de loonbelasting verzekerd bent, ben je bij een Uniforce constructie ook verzekerd voor de sociale verzekeringspremies. Dus samen met de vaststellingsovereenkomst en de inlenersaansprakelijkheidsverzekering voor de opdrachtgever, kan een opdrachtgever jou als ZZP'er dan risicoloos inhuren. Bedenk wel dat de Uniforce constructie is niet kosteloos. Je betaalt voor het concept. En zeker voor ZZP'ers die nu via een eenmanszaak werken, is de stap naar BV al groot. En naar Uniforce BV natuurlijk nog groot. Maar goed, het is wel een manier om je opdrachtgever te vrijwaren. En voor opdrachtgevers om risicoloos een ZZP'er een opdracht te verschaffen. Nou, dat waren de ZZP alleen mogelijkheden. Je kan natuurlijk ook gaan samenwerken. Je kan kijken, ik werk nu via een eenmanszaak, maar misschien kan ik het wat meer body geven. Nou, je kan samen gaan werken met andere ondernemers in een VOF, in een maatschap. Dan blijf je ook nog fiscaal ondernemer. Dan heb je ook nog recht op de MKB-vrijstelling als je genoeg uren haalt, ook nog op de zelfstandige aftrek. Dat is een manier. Die VOF, die maatschap, kan dan opdrachten aangaan. Je kan natuurlijk met meerdere aandeelhouders een BV ingaan, of allebei eigen BV en daaronder een werk-BV, en dat die werk-BV dan de contactpartij wordt voor de opdrachtgevers. Dan heb je ook wat meer ondernemerssubstance. En we hebben ook het idee van de coöperatie. Dat is een vereniging in feite die een bedrijf uitoefent, voorziet in de stoffelijke behoeften van haar leden. En bijvoorbeeld in het Hilversumse, bij de omroeper, wordt die coöperatie nu opgezet. Er zijn ook allemaal zelfstandige eenpitters. Die gaan met elkaar een coöperatie oprichten. Die coöperatie, die is ondernemer. En als lid, moet je even opletten, je geeft dat lidmaatschaprecht, maakt dat je aandeelhouder bent. Je hebt twee soorten coöperaties. Waar ik hier op doel is dat de leden natuurlijk zelf ook ondernemer blijven. Het kan IP-ondernemer zijn. Kan je ook nog met een BV kun je lid zijn. Het heeft wat meer voordelen wat betreft flexibiliteit boven een BV. En er is ook een mogelijkheid om als lid de aansprakelijkheid te beperken naar buiten toe. Ja, wat te doen als opdrachtgever? Alles op een rij gezet. Nou, vergewis je van het ondernemerschap van de ZZP'er. Een paar hele simpele dingen. Kijk naar zijn KVK-inschrijving, een BTW-nummer.
heeft die aansprakelijkheidsbonus. Maak afspraken over een debiteurrisico. De ZZP'er die moet wel debiteurrisico lopen. Dat hoort wel bij het ondernemerschap. Ja, en er moet geen relatie of concurrentiebeding in staan dat onredelijk bezwarend is voor de ZZP'er in die overeenkomst waarmee je contacteert. Kijk, en je kan natuurlijk ook kijken of die ZZP'er in een samenwerkingsverband actief is, in een volg in een maatschap. En dat is al meer persoonsoverstijgend. Als het ook nog een BV is of een coöperatie, is het al een aparte rechtspersoon. Dat maakt natuurlijk dat je steeds meer het ondernemerschap inkleedt. Ja, en blijf weg van die gezagsverhouding. Kijk, een aanwijzingsbevoegdheid, dat mag. Sterker nog, dat staat ook in de wet, dat een opdrachtnemer, ZZP'er, zich dient te houden aan tijdig en verantwoord binnen de opdracht gegeven aanwijzingen. Hij moet het niet helemaal invullen. En ja, de ZZP'er, een ander punt is, kan hij zich laten vervangen. Die vrije vervanging. Het vervelende is natuurlijk, een ZZP'er wordt vaak ingehuurd om zijn specifieke kennis en expertise. Waardoor het zomaar vervangen al wat ingewikkelder is. Maar kijk toch of je daar ruimte voor kunt vinden. Want, wat ik net aangaf, blijf weg bij één van die drie elementen van de loon, gezag en persoonlijk verricht van arbeid. Nou, loonbeloning, daar zal snel sprake van zijn, ook al factureert de ZZP'er. Dan kun je natuurlijk ook kijken of je in het gezag en die persoonlijke verplichting van arbeid, om daar een weg in te vinden, om die omver te werpen en daarmee ook weg te blijven van een dienstbetrekking en inhoud. Punt wat rond de DBA toch ook wel veel in het nieuws is geweest, de economische afhankelijkheid, de draaidoorconstructie van iemand die jarenlang als werknemer ergens heeft gezeten, vrijdag afscheid neemt en op maandag weer terug is, maar dan een ZZP'er, ja, daar is de fiscus wel heel kritisch op, want en doet diegene niet hetzelfde als die jarenlang al een dienstbetrekking deed en nu dan als ZZP'er? Wat is daar anders aan? De lengte van het contract wordt ook gekeken. Die economische afhankelijkheid, hoe langer je bij een opdrachtgever zit als ZZP'er, hoe meer er sprake kan zijn van economische afhankelijkheid. En ja, kijk ook in de omschrijving van de opdracht of je dat helder kan maken. Een resultaat voorop kan stellen. Een kop en een staart aan de opdracht. Werk ook met een goedgekeurd contract. We zagen net welke mogelijkheden daartoe zijn. Maar zorg ervoor dat op de werkvloer ook conform dat modelcontract wordt gewerkt. Het moet niet ineens helemaal anders zijn. Of het moet niet ineens zo zijn dat die ZZP'er allerlei opdrachten krijgt of aanwijzingen die veel meer opschuiven richting een dienstbetrekking. Ja, het modelovereenkomst, tussenkomst, dat is een belangrijke. En dan kijken we eerst wat tussenkomst is. Eigenlijk, wat er dan gebeurt, is dat een opdrachtgever niet meer rechtstreeks contracteert met de ZZP'er, maar dat daar een tussenkomst, een intermediair tussenkomt. Die tussenkomsten, die intermediair, die sluit een contract met de ZZP'er om ten behoefte van de derde, de klant, werkzaamheden te verrichten. Tussenkomst, ja, dat leidt in principe tot een fictieve dienstbetrekking. Wat ik net al aangaf, die fictieve dienstbetrekking, ja, die leidt tot dezelfde rechtsgevolgen als een echte dienstbetrekking, dus inhouding van loonbelasting. Maar goed, daar is een uitzondering op. Namelijk op het moment dat de ZZP'er niet onder gezag staat bij de intermediair en dat hij ook zelfstandig ondernemer is. Nou, Brainet is bijvoorbeeld zo'n tussenkomstbureau. En er is een modelovereenkomst gepubliceerd bij de Belastingdienst tussenkomst. En daar wordt in genoemd, want hoe kun je nu aannemelijk maken als opdrachtgever, als tussenkomster, dat die ZZP'er ondernemer is. Ja, dat is nogal ingewikkeld. Ze hebben het net eerder gezien, het is allemaal heel erg casuïstisch. Het zijn alle elementen in de onderlinge samenhang. Goed, er zijn 5 eisen geformuleerd waar in ieder geval aannemelijk mee gemaakt kan worden dat de ZZP'er ondernemer is. Dat is die al eerder genoemde KVK-inschrijving, het BTW-nummer, een polisaansprakelijkheidsverzekering en afspraken maken over debiteurrisico en een concurrentie- en relatiebeding, wat niet te bezwarend is voor de ZZP om ook elders opdrachten uit te voeren.
Nou goed, die modelovereenkomst tussenkomst die heeft nog één element wat nog tot hoofdbrekens leidt, namelijk de hoofdzakelijkheid toets en de duur van de opdracht. Werkt een ZZP'er namelijk hoofdzakelijk, en dat bedoelen ze mee 70% of meer van zijn tijd, voor eenzelfde opdrachtgever? En doet hij dat langer dan gebruikelijk? Ja, sorry, ik heb het niet zelf verzonnen, maar dat is wat in de overeenkomst staat. Langer dan gebruikelijk gezien de aard van de werkzaamheden. Dan kan er sprake zijn van een dienstbetrekking. Dan houdt het ondernemerschap op, want dan is het een economische afhankelijkheid. Nou, die duur van die opdracht, daar is al veel over gediscussieerd. Hele polemieken zijn er over geweest. Staatssecretaris Wiebes heeft 8 maanden genoemd. Heeft gezegd, is een opdracht korter dan 8 maanden? Ja, dan moeten wij als Belastingdienst aantonen dat die ZZP'er een ondernemer is. Maar goed, oftewel, daar zit je wel safe als opdrachtgever en ZZP'er. Duurt die langer dan 8 maanden, ja, dan is het aan de opdrachtgever en de ZZP'er om aannemelijk te maken dat die ZZP'er nog steeds ondernemer is. Of dat de bepaalde type opdracht met zich meebrengt dat die opdracht langer duurt dan die 8 maanden. Nou, er is een expertcommissie gekomen, de commissie Boot. Die heeft zich ook gekeken naar die duur van die opdracht. Die kwam tot een 6 maanden termijn. Dus eigenlijk nog iets korter dan de staatssecretaris. Maar het is nog niet helder, want diezelfde Boot zei een week later in het Financieel Dagblad van ja, een ICT'er bij een bank aan de bovenkant met een uurtarief van meer dan 75 euro, die dat al jaren doet, ja, dat moet eigenlijk ook wel kunnen, dat, hè, om daar ondernemerschap aan te verbinden. Dus dat geeft even aan dat de inkt daarvan nog niet droog is. Belangrijk is ook nog om even aan te geven, ook voor opdrachtgevers, dat het risico van naheffing, maak je dus gebruik van zo'n tussenkomstbureau, zo'n intermediair, het risico van de naheffing, dat ligt op het bordje van de tussenkomsten. En niet bij de klant, de derde. Want, heeft de Belastingdienst ook gezegd, ook in de modelovereenkomst tussenkomt de juridische band tussen de ZZP'er en de uiteindelijke klant, waar de opdracht wordt uitgevoerd, die band is doorgesneden. We leggen het volledig op het bord van het tussenkomstbureau. Dus de intermediair is in de type arbeidsrelatie de opdrachtgever. Nou, er is dus geen sprake van de verplichting tot inhouding van loonheffing als aan 2 voorwaarden wordt voldaan. Er moet geen gezagsverhouding zijn tussen de opdrachtnemende ZZP'er tot de intermediair en de klant. Nou, de laatste, dat zal dus niet snel het geval zijn. Maar alles wordt gekeken in het licht van de relatie opdrachtgever, intermediair en ZZP'er. En de intermediair moet dus, wat ik net aangaf, aannemelijk maken dat er sprake is van ondernemerschap in die ZZP. Die 5 uit 5 eis, moet kijken naar de duur van de opdracht. Dat zijn zaken die op het bord van de intermediair liggen. Ja, wat als het grijs eerst blijft, hè? Ook al hebben we alles afgepeld, een mooi contract, we werken feitelijk conform dat contract, we blijven als opdrachtgever weg van het geven van te duidelijke instructies, en het blijft dan nog grijs, ja, dan zijn er natuurlijk een aantal opties als je het beleid twijfelt. En eigenlijk in willekeurige volgorde zetten we ze neer. Je kan een dienst treden bij die derde, bij die eindklant waar je eigenlijk je opdracht uitvoert. Misschien niet zo'n aantrekkelijke, maar op het moment dat er geen alternatief meer is, gebeurt dat. Je kan natuurlijk ook je casus voorleggen aan de Belastingdienst. Je zult zeggen, ja, maar wij leggen toch al onze overeenkomst voor en die is al goedgekeurd. Is zo, maar die overeenkomst die is meer algemeen. Als je casus zelf voorlegt, kun je natuurlijk met je opdrachtgever duidelijk aangeven. Maar ja, ik doe investeringen, ik maak kosten, ik loop ondernemersaansprakelijkheid, debiteer risico. Je kunt aannemelijk maken dat je ondernemer bent als ZZP en dat voorleggen in een individuele casus, een ruling, verzoek bij de Belastingdienst. Nou, daarnaast kun je dus kijken naar, misschien moet ik wat meer substance geven als ZZP'er aan mijn onderneming. Moet ik gaan samenwerken in een verband, in een maatschappij, in een FOF, misschien wel een coöperatie. Het Uniforce concept is natuurlijk ook een oplossing. Die is wat duurder, maar daarmee komt niemand wat tekort, om het zo maar te zeggen.
En de opdrachtgever is gevrijwaard. Je kunt als ZZP'er dan ook vrije opdrachten uitvoeren zonder risico van allerlei repercussies op het gebied van de belastingen. En je kan in dienst treden van het tussenkomstbureau. Ja, en je kan ook stoppen met de inzet. Hoe dan ook, we wachten op dit moment op meer duidelijkheid vanuit Den Haag de komende periode. Ja, wat is nu die stand van zaken rondom de DWA? We zitten nu in een transitiejaar tot 30 april 2017. En dat was eigenlijk bedoeld volgens de Staten-Kamers om te wennen aan de nieuwe wet. En alles in kaart te brengen, de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer en klaar te zijn als die wet overkort ingevoerd wordt. Dat zou vanaf 1 mei 2017 zijn. Nou, in het debat in december heeft de staatssecretaris toezegging gedaan dat hij niet gaat handhaven, dus niet komt met naheffingen tot 1 januari 2018. Belangrijk ook niet met terugwerkende kracht. Het is ook niet zo als hij op 2 januari op de stoep staat dat hij tot 1 mei 2016 terug kan. Wel is aangegeven, dat was altijd al zo en nu wel, dat in geval van kwaadwillendheid, ja, term als opzet, fraude, zwendel kwamen hier naar voren, dat hij wel gaat ingrijpen. En hij heeft ook recentelijk een brief gestuurd naar de Kamer waarin gezegd is, ik heb 7 opdrachtgevers op de korrel waar ik het zaakje niet vertrouw. En daar gaan we verder onderzoeken of er niet sprake is van schijnzelfstandigheid. Nou, wat die DWA heeft helder gemaakt is dat de arbeidswetgeving verouderd is. Alle begrippen uit het arbeidsrecht, gezagsverhouding, persoonlijk verrichten van arbeid, die stammen uit 1907. Nou, daar heeft de commissie Botha wat aanbevelingen over gemaakt in haar rapport. En wat het telkens terugkwam is, ja, gezagsverhouding, verplichting tot persoonlijke arbeid. Daar moet wat meer handen en voeten aan gegeven worden. Nou, dat is natuurlijk een structuurdiscussie. Dat gaat verder dan alleen financiën, ook sociale zaken wat van vinden. En er wordt nu in Den Haag gewerkt aan een beleidsbesluit die aanbeveling van Boot opneemt. En dan meer duiding gaat geven aan het begrip gezagsverhouding en verplichting tot persoonlijke arbeid. Kijk, wat ook zou helpen natuurlijk is als het ondernemerschap. Wie is nou ZZP, als dat nou wettelijk gedefinieerd wordt? Kan kwalitatief, kan kwantitatief. Heeft Boot ook wat aanbevelingen over gedaan, bijvoorbeeld een minimumtarief. Ik ben benieuwd of dat ook nog gaat terugkomen in dat beleidsbesluit. Nou, 7 december, u heeft het misschien allemaal wel gemerkt, maar zit de Belastingdienst in een andere rol, wat betreft dit dossier. Coachend en communicerend. Gaan dus niet alleen maar zeggen, dit vind ik goed of dit vind ik fout, maar ook meedenken met de opdrachtgever en de ZZP. Ik hoor graag of u daar al ervaring mee heeft. Ten slotte, de staatssecretaris die komt in april met zijn derde voortgangsrapportage. Deelt het over de verkiezingen heen. Goed, de ambtenaren blijven zitten, dus die voortgangsrapportage komt er. En dan weten we ook meer over de voortgang van het beleidsbesluit. Over de invulling van de begrippen, gezagsverhouding, persoonlijk verricht van arbeid. En ook of er een definitie komt van de ZZP'er. Nou, dit was het verhaal, de webinar ZZP'er bestaan niet. Ik heb jullie meegenomen in het landschap van de ZZP'er. Aangegeven waar je als opdrachtgever op moet letten. De mogelijkheden die er nog steeds ook zijn. Ook de onmogelijkheden die er zijn. Mocht er nou nog vragen zijn, ook buiten dit webinar, neem gerust contact op met ons. En dan gaan we de rol. Dank u wel. Oké, dankjewel Tjaco. Helder verhaal van nou, misschien nog steeds een onderwerp, een discussie die nog niet helemaal vanuit Den Haag met helderheid beantwoord is. Ik denk dat je ook eerlijk hebt aangegeven dat het belangrijk is om de actualiteit daarbij bij in de gaten te houden, zoals opdrachtgever als de zelfstandige verder. Hoe beoordeel jij nu op dit moment de situatie als Wiebes heeft gezegd van nou, we zetten alles in de ijskast. Er wordt niet gehandhaafd. Is dat voldoende zekerheid voor opdrachtgevers om inderdaad nou, de soep niet zo heet te nemen als die wordt opgediend? Ja, het is verleidelijk om dat te denken inderdaad. Het geeft nu even lucht. Maar wat je ook ziet is dat eigenlijk wordt het probleem naar voren geschoven.
Want bij de Belastingdienst, mijn ervaringen zijn dat, dat daar ook wat rustiger naar die dossiers gekeken wordt. Dus bijvoorbeeld contracten die voorgelegd worden, de doorlooptijd is enorm. Dus het lijkt of de sense of urgency ook even weg is. Of we hebben weer even adem tot 1 januari 2018. Dus ik verwacht niet dat dit bijdraagt aan meer helderheid. Daarbij ook die structuurdiscussies over gezagsverhouding, persoonlijk verricht van arbeid, die zijn zo immens. Daar ga je binnen een paar maanden niet een blauwdruk voor krijgen. Afgelopen maandagavond was ik bij een debat met de woordvoerders van de grote partijen. Natuurlijk werd daar ook de wet DBA besproken. Daar zie je wel heel veel verschillende kleuren en smaken. VVD en Partij van de Arbeid die echt zeggen van nou, we moeten even pas op de plaats maken. Die zijn natuurlijk ook wel geschrokken wat ze over hoop hebben gehaald. Sommigen zeggen we moeten het echt binnen het arbeidsrecht zoeken. Anderen zeggen we moeten het juist buiten trekken, een eigen statuut. Heb jij vanuit jouw expertise een tip voor ze? Welke kant moet het op? Ja, altijd gevaarlijk natuurlijk om de politiek in te gaan. Maar ja, ik zou zeggen dat arbeidsrecht, het is weliswaar verouderd, het 1907, maar er is wel 110 jaar rechtspraak op gevolgd. Hè? En je ziet vaak dat wettelijke normen ingevuld worden door casuïstiek en door rechtspraak. Dus ik vind dat probleem dat nu ineens aangehaald wordt, dat was er altijd al, ook voordat de wet DBA ingevoerd werd. Dus dat vond ik eigenlijk min of meer gelegenheidsargument. Ja, ik zou het veel liever over de band van het begrip ZZP'er zoeken. Hè? Quantificeer wie ZZP'ers, maak een kwaliteit. Ik zag uit België een voorbeeld waar een 9 vragen opzet was. En als je voor 5 of meer vragen kwalificeerde, was je ondernemer. Op die manier het invullen van het ondernemerschap. En laat ondernemers die ondernemer zijn en ook willen zijn, ook ondernemen kunnen. Ja, duidelijk. Ik kijk nog even naar vragen. Ik heb hier in ieder geval een vraag. Je had het over de draaidoorconstructie. Dat die vanuit juridisch oogpunt, fiscaal oogpunt, streng in de gaten wordt gehouden. Iemand merkt op ja, dat de overheid juist wel weer dat verbod heeft opgeheven. Minister Blok in meer specifiek. Hoe kijk je daar tegenaan? En in ieder geval geen voorbeeld, denk ik, van een eenduidig beleid vanuit de overheid. Nee, dat klopt. En ik weet ook dat tijdens de heel ophef verzorgende vertrekregeling bij de Belastingdienst is dat ook naar voren gekomen. En daar kon staatssecretaris Wiebes inderdaad niet garanderen dat mensen die de vertrekregeling opsoepeerden, dat die niet terug zouden komen als ZZP'er. Dat klopt inderdaad dat de overheid zelf weer open heeft gezet. Alleen fiscaal wordt daar heel kritisch naar gekeken. Ja, achter hetzelfde bureau te zitten als die vrijdag daarvoor toen je nog werknemer was, doe je heel andere dingen, loop je nu risico. Het moet weer ingevuld worden dat je ook echt ondernemer bent. En op het moment dat het heel erg aanspuurt tegen de situatie zoals die was toen je daar nog werknemer was, ja, dan gaat dat mis. Ja. Nou, ik denk ook wel dat je vanuit goed opdrachtgeverschap, goed werkgeverschap, je wel af kan vragen van waarom zou je dat doen op die manier. Het contract moet denk ik niet leidend zijn in de verhouding die je moet hebben, maar waarom huur je iemand in daarin? Oké, nou, dankjewel voor je heldere verhaal, Tjaco. We gaan het denk ik afronden hierbij. Ik haal even mijn scherm weer terug. Nogmaals, jullie krijgen de opname van deze webinar toegemaild. Hij komt ook binnenkort op Zipconomy te staan, net als de presentaties van de andere webinars. Dus dan kun je alles nog een keertje rustig terugkijken. Hier in beeld staan ook nog de webinars die we vanmiddag hebben. Thijs Maters over het centrale inhuurproces en hoe je managers betrekt. Karen Manuel over Futuring Organizations. En Jan-Karel Sindorf, die echt wat dieper ook ingaat over de rol van HR in die wereld van vast en flex. Nou, heb je nog niet aangemeld en een van die webinars zijn interessant voor je, meld je dan alsnog aan. En dan zie ik jullie misschien vanmiddag weer. Dank voor jullie aandacht en wie weet tot de volgende keer. Tot ziens.